Mij gewoon op de achtergrond houden. En gewoon gebruiken. Uiteindelijk verdien ik alles bij elkaar. Met alles en iedereen die aan het nemen is. Wordt er heel veel ontnomen. Ja, als een ezeltje denk ik ze me ook nog escape-broodje neer te kunnen zetten. En nadat ze alles leegzuigen en spiegelen. En gewoon diep shadow bellen. Hun met een hele acteerzootje erin doen alsof hun door het gecensureerde heen gaan. Zelf zoeken naar geblokkeerd te worden en noem maar op. Na een tijdje is het. Ik weet wel wat ik waard ben. Andere mensen die denken dat ze hindernissen. Testen en ik leg het gewoon al uit, je loopt alleen maar in de weg. Zo ongewenst, zo walg ik zo van, je hoeft me niet eens aan te raken, je mag niet eens naar me kijken. Ja, leuk dat je video's gaat kijken, maar mensen die praten over de zonnebril. Sommigen moet ik hem even afdoen voor de boodschap die daar al gepakt zit. Maar mensen hoeven gewoon niet meer in mijn ogen te kijken. Ik ga jou niet meer die tunnel geven. Ik ga je geen licht meer geven. Je mag naar donker kijken. Prima als jij daardoor het licht niet ziet. Heb ik gewoon uiteindelijk respect voor mijn lichaam. Dat gaan mensen al niet eens meer mogen vervuilen. De mensen die wouden al mentaal al die emotionele spelletjes spelen, toch? Waarbij iedereen het verraad kan zien. Steeds meer mensen het verraad beginnen te zien. En hoe langer het duurt. Meer en meer mensen het verraad gaan zien. Mij graag willen inkleuren naar iets. Ja, maar ik ben nou eenmaal aan het zoeken naar de antwoorden. Omdat ik vragen aan het stellen ben. Mensen houden me daarvan weg. Dat betekent niet dat ik stop met zoeken. Is het een beetje vanaf het spirituele dingen inkleuren hier dan? Praat iedereen over. Abilities en wat ze allemaal kunnen. Ja, zodra jij ziet wie wat voor mij steelt, terug verder in dan, mensen laten het stelen. Weet je op, zie hoeveel erbij hoort. Er hoort heel veel bij. Denk ze allemaal dat ze straks kunnen inkleuren naar een test of zo. Het enige wat gaat gebeuren is dat ze mogen inleveren. Dat ze mogen respect hebben, meer niet. Uiteindelijk leuk meekijken met mijn oog. Allemaal hopen dat ik ga aanwijzen waar die staf ligt. Maar ik ben die staf. Snappen mensen nu? Spirituele kan ik hem vasthouden. Hier zit hij gewoon in me. Want hoe kom ik daar in het spirituele? Door naar binnen te gaan, toch? Iedereen alleen maar alles buiten zich aan het zoeken. Zijn mensen echt gewoon bipolar, naar echt mentale problemen die ze hebben? Door trauma's die ze maar weg blijven stoppen, door er niet over te praten. Gewoon hun eigen hart aan het dichttimmeren zijn. Iets fakes gecreëerd hebben, wat zogenaamd dan hun hart is of zo. Maar als het even iets te moeilijk wordt, vluchten ze van emoties. Niemand die wou heel in harmonie komen. Iedereen wou gewoon meestelen, want ze houden echt van geld. Iedereen dacht, wow, hier wordt toch niet geholpen. Oh, wow, politie helpt ook niet. Wow, ik ga ook meedoen. Iedereen leveltjes bovenop gooien. Maar binnen de wet heb ik ook gewoon scheid aan al die vieze ratten en slangen daar, hoor. Interesseert het me niet wat mensen denken. Zeker niet hun die daar al positief blij in het licht staan. Weg uit het donker blijven. Ik vol op de donker ingedoken ben voor jullie. En alleen maar omdat jullie vals licht waren. Ik dacht niet eens vanuit ik kom jullie de les geven of zo. Maar jullie hadden echt allemaal updates nodig. Allemaal praten alsof jullie het weten. En na een tijdje zie ik, ben ik het wel gaan zien dat heen en weer geslinger.
de dualiteit om voor alleen maar verwarring te veroorzaken en niemand verder te brengen. Ik ben echt benieuwd wie van jullie dit allemaal de moeite waard vond om mee bezig te zijn. Zeker hun die hun namen alleen maar slechter en meer aan het vervuilen waren. Zwaaien dat ze bij het kwaad horen. Nou, kijk, ik laat wel even zien hoor, dat jij aan het zwaaien bent. En dansen ook nog op hun muziek. En dan lachen als ik aan het dansen ben. Maar dat praten wat hier in de omgeving heb veroorzaakt. En bij mijn oren kwam, heb ik meteen gezien hoeveel meer mensen mijn video's kijken. Als daarvan ook nog wat op het pad komt, zich als een Scooby-Doo gedraagt. Ook het plagiaat niet erg vinden. Daarbovenop dat wat zogenaamd van me houdt. Inkleuren naar alle rituelen die bezig zijn op het internet. Wat zogenaamd, wat iedereen kan zien, hè, maar zogenaamd niemand ziet. Naar de ronde die daarop volgde, vanaf mijn testimonial video tot nu. Prima. Het is nou eenmaal de worsteling die daar is, de oorlog die in het bewustzijn afspeelt. Als mensen dingen in het vlees willen beoordelen, valse detectiveyes die me in de gaten gaan houden, zogenaamd niet zien wie er aan het steken zijn, me kapot stuk willen hebben, maar dan alleen naar de verwarring kijken omdat ik naar iets naar op zoek ben en echt last heb van gangstalken, cyberpesten en ze dat graag allemaal in het bewustzijn willen laten afspelen en ik dat allemaal weglag. Zoals het busje, het parkje, maar het wel echt aan het gebeuren is. Het busje stopt terecht, snap je? En de verhalen die daarop kwamen met mensen die graag ook mee wouden doen in die verhalen, zoals een vriendje kijk mee of de rode man, hebben ze allemaal wel een beetje hun inzet daar gegeven om te spelen in mijn bewustzijn. Alleen ik kaart aan. Kijk, ze spelen in mijn bewustzijn. Kijk, dat is die en die die over het busje praatte, want het was van die vrouw. Kijk, dat is die en die die in het parkje terecht en die daar in een parkje zat, waar ik voorbij liep. En die toch nog wel even een gesprekje met me wou in plaats van alleen hoi doei. Want we hebben niks met elkaar te maken. De gesprekken die daarop verder kwamen. Het bange wat ik bij hem voelde. Spelletjes die gespeeld worden overal. En ik alles aankaart, alles inkleur. Alles laat zien wat er speelt. En een heleboel vragen. Daarbij gewoon zeg, ik ben op zoek naar die vragen. Niet ik denk dat. Als de antwoorden niet komen, moet je verder gaan zoeken. Moet je bepaalde acties ondernemen. Moet je blijkbaar echt alles zelf doen. Is het gewoon dat het plagiaat wat bezig is op mijn leven en toegelaten wordt, is wel in de wet strafbaar. En dat de politie daar niet naar wil luisteren twee keer. En dat daar maanden overheen gaan en nadat ze er weer komen. En dat die agenten niet met elkaar aan het praten zijn en hun bevindingen. Want er zijn notities gemaakt, toch? Er zijn dingen opgeschreven. Het is doorgezet naar andere instanties, instellingen of afdelingen binnen het politiebureau. Want die doen onderzoek. Toch, het is niet alleen Fidère wat de boel in de gaten had. Nee, het is de bedoel, Fidère geeft sturen, grasmaaien, alles kapot maken. Zogenaamd zien ze de dingen niet. Maar tjes met hun voeren weten ze een heleboel. Hebben ze zogenaamd eerst een heleboel dingen gezien die ze nu niet meer zien wat bezig is. Omdat het een en al sturing aan het geheel is, vormgeven. Dat wel nergens om gaat als jij vanaf het internet bezig was met demonstreren. In plaats gewoon bezig was met demonstreren en dat internet als een extraatje zag. Heb ik alles proberen aan te kaarten, maar ben ik niet koffie drinken of gele parapluën of wat dan ook in de weg gaan liggen. Ook al gaat het natuurlijk nergens om. Tenzij je laat zien dat je het doet voor de samenhorigheid en kijk, we zijn met heel veel. Dat is de bedoeling. In plaats van al die poppenkasten tussendoor. Agressie opzoeken. En als politie dan agressie opzoekt, geef ze die kans niet eens, toch? Dan werk je mee. Is hun feest, toch? Het is toch hun feest. Nee, mensen willen helemaal dat jij de bloedwonden ziet en de water spuit en dat jij daar boos en agressief
agressief om wordt. Nou, zo laat ze de koning op vakantie gaan, zeggen dat het slecht nieuws, fake nieuws is. Mag die op een bruiloft naast zijn oma staan. Loopt erbij alsof hij aan het snuiven is. Komen mondkapjes deals op en weet ik het allemaal. En dan poppenkast. Nou, dan laat ik 2 jaar al die poppenkast praten over hoe fake het is. Breng me eerst een kamerplaatje. Vorig jaar in mei naar buiten toe. Je ziet hè. Daar praten Fidere dan niet over. Net als dat ze al die anderen die niet laat. Die 10 keer erger zijn als een Karin, zoals een Inge. Nee, daar praat niemand niet over. Ze hebben gewoon een of ander vangnetsysteem. Iedereen die een beetje leuk zijn mond een vrije wil heeft, zichzelf durft te uiten. Energie heeft. Nou, dat trekken hun erheen. Dat maken ze ook belachelijk. Maar ondertussen zitten er gewoon copycats die doen wel leuk met jouw energie. Wel leuk met jouw informatie. Zit wel in zo'n verdienmodel hè, met YouTube en met z'n allen bij elkaar één grote pot vullen. Toch een film die heel veel oplevert in de bioscoop. Was echt niet alleen door die hoofdrolspeler hoor. Als ze allemaal hun deel krijgen voor hun inzet, is iedereen gewoon geld aan het verdienen. En daar brengen ze zelfs ten koste van anderen. Anderen in psychoses willen brengen. En met GGD, politie en alles weten ze wel sturing aan te geven. Uiteindelijk is het die richting aan en sturing iets wat jullie kunnen volgen. En zodra dat klaar is en de saus er niet meer is, is iedereen alleen maar blij met al dat zout van jullie. En na een tijdje raakt iedereen er allemaal verzuurd van. En is het gewoon niet meer hetzelfde, toch? Had het 10 keer meer kunnen zijn, maar er zijn alleen maar dieven. Dat 100 keer meer kunnen zijn voor sommigen. Je wordt echt alleen maar gebruikt. Gewoon mensen in de industrie en een andere beïnvloeden dat ze zich zo, ook zoals mij gaan gedragen. En daarmee een heleboel verwarring veroorzaken. En allemaal andere mensen zoeken waar ze een beetje van mij of de informatie waar ik over praat naar voren willen brengen. Daar nou mee bezig gaan. Ook om mij jaloers of zo te maken. Terwijl ik overal om lach, want het ziet eruit als clowns. Maar hun allemaal... die liefde en alles wat ze krijgen is allemaal fake. Want ze worden allemaal gebruikt voor een doel. En dan moet ze allemaal na een tijdje achterkomen. Weer de dingen niet meer werken. Te veel dingen benoemd worden. En ze verder moeten naar de volgende ronde. Omdat ik verder ben gegaan. Maar dan krijgen ze allemaal wel een extra centje om hun mond te houden. Dan worden ze allemaal wel weer extra geholpen met de producten die ze verkopen. Dan maken we extra reclame voor je. Het is alleen maar mijn kans opnemen en die dan maar een ander geven, omdat dingen toch niet lukken. Het gaat om de vibraties die eraan zitten. Ziet dit er niet leuk uit? Hoe zal het eruit zien, dit als de familie van me hield? De vrienden en zo ook allemaal me ondersteunden en zo. En alles daaromheen wat echt spiritueel was, me stimuleerde, me pushte. Mijn schoppen onder mijn kont gaf ook extra daarop. In plaats van alleen maar de kop indrukken. En alles wat er echt hiermee bezig is. Het zware iets dat interessant zou vinden waar ik mee bezig was. In plaats van mijn verhaal bij 10 verschillende mensen proberen te zoeken. Ik dat in mijn eentje kan doen. Nou, mensen die denken dat ze onder mijn voor mij kunnen spreken of zo. En anderen die denken, oh die hoort bij Ian. En ik elke keer uitleg, niemand hoort bij mij. Familie is verraad, internet is verraad, vrienden is verraad, buren is verraad. Alles is verraad en sneaky aan het doen. Allemaal mensen om me heen spioneren ook en hier binnen willen hebben om nog meer informatie te winnen. Alles wat ze kunnen gebruiken tegen me
Wij waren lastig, moeilijk, zodat het er verwarrend uitziet. En de copycats, dat ze heel blij en gezellig en vrolijk en weet ik veel wat allemaal aan het doen. En het ziet er echt belachelijk uit. Uiteindelijk zijn ze nergens verder gekomen, behalve dat ze alles voor mij ontnomen hebben. Alle dingen echt kunnen groeien. En is het toch gewoon, als iemand een podcast hebt, dan vindt hij toch iemand interessant, die nodigt hem toch uit. Gaan mensen toch niet helemaal in die chat daar, oh je moet die ook uitnodigen. Iemand die wel wakker is, een boek schrijft over Sloes. Verder is als al dat hij wat nu met corona in één keer opstaat en ook dingen wil doen. Omdat ze ook dingen gelezen hebben. Is het echt droevig om te zien wie zich maar door het geld laat inpakken. Dus ik vier uiteindelijk mijn overwinning wel in mijn eentje. Omdat niemand aan mijn zijde was daar. Iedereen me liet beroven van alles. En echt van alles. Dus ja. Die onverwachte veranderingen die er zo meteen aankomen. Die jullie niet gaan doen alsof ik dingen niet verwacht had ofzo. Maar jullie hoeven geen dingen te verwachten. Jullie mogen alleen biechten, inleveren, betalen.